Blijde in Koning Jezus. Fijn dat u er allemaal bent en open uw hart voor een ontmoeting met onze God. Ik hoop dat we allemaal bezig zijn met vasten. We hebben vorige week over vasten gehad. Zo belangrijk dat we het zien in de hele Bijbel. Elke keer als er grote noden waren, werd er tot God geroepen met gebed en vasten. En we hebben gezegd, vasten is een manier om jezelf te verootmoedigen. En we weten dat elke verootmoediging leidt tot verhoging. Want als wij ons vernederen onder de machtige hand Gods, dan zal Hij ons verhogen. En als God ons verhoogt, mensen, dan kunnen wij alles aan. Amen. En dan komen we boven de omstandigheden, komen we boven alle dingen die op ons afkomen. En kunnen wij leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En zoals we het al eens gezegd hebben, de Bijbel zegt, als de eerstelingen heilig zijn, dan is het gehele deeg heilig. En daarom is het belangrijk om de eerstelingen, dat is het begin van het jaar, een nieuwe gewoonte te vormen. Een gewoonte van vasten en bidden. Amen. Halleluja. Gaan we vanmorgen over hebben. We willen nieuwe gewoontes vormen in ons leven dit jaar. We bidden de Heer dat dit jaar anders gaat dan het vorige jaar. En dat wij een hele andere levensstijl gaan ontwikkelen. Nieuwe gewoontes. We weten allemaal dat we bepaalde gewoontes hebben. Sommige mensen hebben gewoontes om hun nagels te bijten. Anderen hebben gewoontes om in... Nee. Er zijn allerlei verkeerde gewoontes. Sommige mensen die eten alles wat ze zien. Die blijven maar eten. Iemand heeft wel eens gezegd. Hoe zeggen ze het? Je vormt je gewoontes en dan vormen je gewoontes jou. Hè? En jij vormt eerst gewoontes, je gaat dingen doen, continu, je blijft eten, eten, eten. En op een gegeven moment heeft je gewoonte jou gevormd. En dus het is heel belangrijk dat wij juiste gewoontes aanleren. Het is een werk aan de winkel. Paulus zegt niet voor niets. Hij zegt, ik acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar ik vergeet hetgeen achter mij ligt en ik strek mij uit aan hetgeen voor me ligt. Ik doe me een inspanning. Ik ga nieuwe gewoontes vormen in ons leven. Vanmorgen gaan we over verschillende gewoontes spreken die we moeten vormen. Nieuwe gewoontes, waardoor wij eindelijk automatisch bepaalde dingen anders gaan doen. Ja, ze zeggen wel eens, als je iets 3 weken achter elkaar gedaan hebt, dan is die gewoonte gevormd. En het is zo belangrijk dat wij goddelijke gewoontes gaan inbouwen in ons leven. Dingen die je automatisch doet. Dingen die een tweede natuur geworden zijn. Dat is heerlijk. Je weet, als je niet kunt zwemmen en iemand gooit je in het water, is een grote paniek. Maar als je kunt zwemmen, ook als je 's nachts wat wakker van je bed wordt getild en het water wordt gegooid, je zwemt automatisch, want het is een gewoonte, het is een tweede natuur geworden. Het is iets wat je hebt ontwikkeld. En dat is waar we vanmorgen over willen spreken. Hoe wij nieuwe gewoontes in ons leven kunnen gaan ontwikkelen. Maar dat wij spontaan gaan leven vanuit de standaard van Gods woord. Dat het niet meer iets is wat je heel bewust bij hoeft stil te staan. Wat een gewoonte is geworden die je automatisch doet. En de Bijbel heeft over heel veel gewoontes die wij kunnen vormen. Bent u klaar om nieuwe gewoontes te vormen? Bent u klaar om de Heer te bidden? Heer, help mij dat ik een nieuw persoon ga worden. Dit jaar moet een totaal ander jaar gaan worden. Amen. En bent u ook moe van het vorige jaar? Moe van de dingen die u hebt geprobeerd elke keer en het lukte maar niet? En u had zich voorgenomen, u gaat meer de Bijbel lezen, maar na 2, 3 keer was hij wel weer eigenlijk opgehouden. Hij zei, ja, ik ga nu echt bidden. En je weet, u begint 2, 3 dagen en dan is het, al je goede voornemens zijn weer weg. Het vlees is zwak. En de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Maar de Heer die wil ons helpen om gewoontes te gaan vormen die wij ook kunnen handhaven. En de beste manier is niet om een beslissing te nemen. De beste manier is om je verlangens in gebed uit te drukken. Heer, maak mij een man van gebed. Heer, leer mij te bidden.
Help mij, Heer, om te kunnen vasten. Wilt u het doen, Heer? En ik denk als wij werkelijk oprecht gaan bidden, dan gaat God ons helpen. Om totale andere gewoontes te gaan vormen in ons leven. We gaan vanmorgen daar een beetje bij stilstaan. En ik wil met u beginnen te lezen in Handelingen 2. Handelingen 2. Een hele mooie gewoonte. Ik moet proberen ook een beetje de jeugd wakker te houden. Jeugd, zijn jullie allemaal wakker? All right. Het wordt een beetje pittige studie vandaag, maar blijven jullie wakker. Handelingen 2, vers 25. Het is een citaat van een vers wat mij heel veel heeft gezegend in mijn geestelijk leven. Een van mijn favoriete psalmen, psalm 16. Hè? Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Amen. Niet af en toe, maar bestendig. Als je er een gewoonte van wilt gaan maken, dan moet je iets continu herhalen. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. En David schreef die psalm. En David die heeft het helaas niet waargemaakt. Want als David inderdaad bestendig God voor ogen had gesteld, dan had hij niet gefaald met Batsheba. Hij had eventjes God achter de gordijnen gestopt. Dat doen we wel eens. Hè? Van Heer, ik wil nu even mijn eigen zin doen. Wacht u even, als ik klaar ben, dan kom ik dan weer terug bij u. Maar als je, doe je dat ook wel eens? Heer, ik moet nu een leugentje vertellen om best wil. Bemoeit u zich even niet met me, Heer, want ik heb eventjes, ik moet me hier even uitpraten. Maar als je de Heere bestendig voor ogen stelt, dan wankel je niet. Ik heb mij de Heere bestendig voor ogen gesteld, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Je weet, David was een man naar Gods hart, en vooral in zijn jongere jaren. Hij bevocht de Goliath, hij had geweldige overwinningen. Maar later in zijn oudere dag, als hij thuis blijft van de strijd, want u weet, hij moest mee op oorlogspad. En op een gegeven moment was hij een beetje met vakantie. En geestelijke vakantie is niet zo goed. Als je denkt van, ik hoef niet meer te strijden geestelijk, ik kan alles maar vergeten. En je wordt een beetje te relaxed, dan is het gevaarlijk. En David die stelt zich God niet voor ogen, maar hij stelt Batsheba voor ogen. Oké, Handelingen 2 wordt het herhaald. Hè? Want deze profetie is eigenlijk een profetie van David. David die profeteert eigenlijk over Jezus. En natuurlijk is het ook geldig in zijn leven en het is geldig in ons leven. Handelingen 2, vers 25. Want David zegt van hem, van Jezus, ik zag de Heere te allen tijden voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Amen. Dus David profeteert van Jezus. En Jezus is natuurlijk het grote voorbeeld die ten alle tijden de Vader voor zich had. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Zal dat de nieuwe gewoonte zijn die wij gaan zoeken, mensen? Amen. Laten wij dit gaan zoeken met ons hele hart. Zeg, Heer, dit nieuwe jaar wordt een jaar van een nieuwe gewoonte. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. In elke omstandigheid denk ik aan Jezus. Elk moment ben ik met Hem verbonden. Alles wat ik doe, alles wat ik spreek, spreek ik bewust dat Gods tegenwoordigheid hier is. Dat Hij alles ziet en dat ik leef in zijn tegenwoordigheid. Amen.
Als je dat doet, mensen, als je elke keer bewust bent, dan ga je niet uitvaren tegen je vrouw. Dan ga je beheersen, dan ga je letten op je woorden. Hoeveel van ons, we gaan door het lint. We spreken dingen die we niet moeten spreken. We denken dingen die we niet moeten denken. Maar als je heel bewust bent, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dat is wat Jezus in zijn leven ervoer. Hè? Hij wankelde niet. Maar wel in de grootste stormen van zijn leven wankelde hij niet. Want hij had de Vader bestendig voor ogen. Toen hij werd aangevallen, zelf in Gethsemane wankelt hij niet. Want hij heeft de Vader bestendig voor ogen. Als iedereen hem afvalt, hij wankelt niet. En mensen, dat is wat wij mogen leren. Om in elke omstandigheid te weten, God, u bent met mij. En als God met mij is, wie kan er tegen mij zijn? Amen. Als je die hotline gaat beoefenen, hè? Dit is een beoefening. Je weet, als je sterke spieren wil hebben, ga je niet af en toe naar de gym. Maar je gaat elke week. Hè? Minimaal 3 keer per week. Hè? Je gaat naar de gym en je pompt en je pompt en je doet van alles. Hè? Want je wilt spieren ontwikkelen. Hè? Het komt niet vanzelf. En zo is het ook een nieuwe gewoonte. Dat we elk moment ons gaan beseffen. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Ik heb een hotline met de hemel. Heer, ik hou van u. Ik hou van u, Jezus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. En weet je, en dat je mag horen in je hart. Jesus loves me. Jesus loves me. Mooi liedje, hè? Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Weet je, als je erover denkt, bij dag en bij nacht. Je stelt je de Heere bestendig voor ogen. En je hoort zijn stem in je hart. Hij houdt van mij. Hij houdt van mij. Jezus is met mij. Heerlijk wanneer je dat beseft. Jezus stelde de Vader bestendig voor ogen. Daarom wat hij ook zegt ergens in Johannes. Hij zegt, de Zoon kan niets doen tenzij hij de Vader ziet doen. Hij had altijd God voor ogen. Hij keek in Gods raadskamers. En hij zag wat God van plan was. En wat God van plan was, dat deed hij op aarde. Weet je, als Jezus gedoopt wordt, dan staat het heel zo mooi. En de hemel opende zich. En weet je, zo, ik heb dat een beetje zelf een beetje gefantaseerd erbij. Maar ik denk dat het waar is. Die hemel sloot nooit meer. Die staat nergens en de hemel sloot weer. Jezus leefde onder een open hemel. Hij kon elke keer naar binnen kijken bij de Vader. En hij stelde de Vader bestendig voor ogen. En de Vader was zo reëel in zijn leven, dat niets hem kon laten wankelen. Is dat niet heerlijk, mensen, als wij die relatie gaan ontwikkelen? Die gewoonte, dat de Heer zo reëel is, dat niets je kan laten wankelen. Welk probleem ook aan de deur komt. Wanneer de duivel klopt, wie doet open? Niet ik, maar Jezus. Amen. Hij is daar. En ik denk, je ziet plotseling een staart. De duivel die vlucht weg. Want Jezus is met je. Ik stel mij de Heere bestend. Laat dat die gewoonte worden in ons leven. Weet je, en dan ga je ook niet. Dan ga je ook niet zondigen. Want je beseft hoe heilig God is. Weet je, we beleiden vaak onze zonden aan God makkelijk, hè? En aan mensen heel moeilijk. Als je iets hebt gedaan met iemand, dan durf je bijna niet te zeggen, broeder, wil je me vergeven? Ik heb over je geroddeld, of ik heb tegen je gezondigd, of ik heb je slecht behandeld. Wil je me vergeven? Dat vinden we heel moeilijk. Maar met God gaan we heel makkelijk om, hè? Vader, vergeeft u mij in Jezus' naam. Amen. Weet je waarom? Want we beseffen eigenlijk niet wat we doen. Als we meer gingen beseffen dat God een hele God is. En dat wij leven in zijn tegenwoordigheid. En dat wij niet willen falen. Want ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. En als ik toch iets heb gedacht of heb gesproken aan mijn vrouw wat verkeerd is. Dan zeg ik, Heer, wilt u mij vergeven? Heer, ik had niet zo moeten doen. Weet je, God vergeeft ons altijd.
Jezus heeft al mijn zonden al gedragen op het kruis. Dus er is geen probleem om vergeving te ontvangen bij de Vader. Maar als wij beseffen dat wij tegen de liefde hebben gezondigd. Dat God zo nabij is, zo heerlijk in ons leven. En dat wij toch ons hebben laten gaan. En dan zeg je, Vader, wat vind ik het zo moeilijk dat ik bij u moet komen. En u hebt me zoveel genade gegeven en toch heb ik het gedaan. Weet je, als je dat beseft, dan ga je het niet makkelijk weer doen. Maar want we zijn zo makkelijk. Hè? We denken, son métier est pardonné. Voor degenen die nog een beetje Frans kennen. Dat betekent, Gods vak is vergeven. Dus ik vind het een beetje een raar gezegde. Son métier est pardonné. En dat is een Frans gezegde van, Gods vak is om te vergeven. En God is er om ons maar te vergeven. Maar als wij, weet je, meer vreze Gods hebben en zeggen, Heer, ik leef in uw geweldige tegenwoordigheid en ik wil het niet meer doen. Heer, ik ben uitgevaren tegen mijn vrouw. Heer, wilt u mij dat vergeven? En schat, wil je me vergeven? Als je dat bewust bent, dan doe je het niet meer zo makkelijk. Maar als het makkelijk is van, God heeft me toch al vergeven en mijn vrouw die moet maar begrijpen, waarom doe je dat? God wil ons van binnen veranderen. En die verandering komt als wij leven in zijn tegenwoordigheid. Als je heel bewust bent. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat wankelijk. Ik laat even verder lezen. En daarom staat er ook in vers 26. Daarom is mijn hart verheugd. En mijn tong verblijd. Weet je, als je in Gods tegenwoordigheid leeft. Wat is het resultaat? Blijdschap. Amen. Spontane blijdschap. Je wordt zo blij. Want wauw, Jezus is met je. Al je zonden zijn vergeven. Je wandelt in zijn tegenwoordigheid. En je aanbidt hem en je prijst hem elk moment. En wauw, dat is het leven van een christen. Gods tegenwoordigheid. Leven elk moment. Maak er een gewoonte van, mensen, dit nieuwe jaar. Laat het onze een nieuwe gewoonte worden. Ik heb een boekje, heet The Practice of the Presence of God. Brother Lawrence, dat was een katholieke monnik. En die was in het klooster. En hij zegt, een tijd voor mij van vaatwassen is net zo geweldig als een tijd van op mijn knieën. Want hij kende tijden van knieën en bij God zijn tegenwoordigheid gaan. Maar die tegenwoordigheid van God was zo sterk in zijn leven dat als hij gewoon ging vaatwassen en misschien boodschappen ging doen en alles wat hij deed, was die tegenwoordigheid van God met hem. En dat is wat wij moeten ontwikkelen. Hè? Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Laat dat een gewoonte worden in ons leven. En als die gewoonte deel van ons wordt, dan gaan we merken dat wij niet meer zondigen. Althans veel minder. Je weet, je leeft open en bloot voor Gods aangezicht. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. De Bijbel zegt, daarom is mijn hart verheugd. Halleluja. Mijn hart is verheugd. Want ik mag God zien. Weet je, in Openbaring, daar staat er ook, dat wij allemaal, er zal geen vloek meer zijn en geen allerlei rouw en allerlei ellende. Maar we zullen God zien van aangezicht tot aangezicht. En dat is het geweldige, dat wij hem gaan zien. En ik hoop dat u daar nu al naar verlangt. Zeg, Heer, ik wil leven met u en ik wil uw aangezicht zien elk moment. Als je je ogen sluit, en ik heb het wel eens gezegd, en bidden is je ogen sluiten voor het aardse. En je opent je geestelijke ogen voor die geestelijke realiteit. Daarom sluiten we onze ogen. Even sluit je je ogen als je gaat bidden voor de aardse realiteit. En je geestelijke ogen gaan open en je ziet Jezus. En je aanbidt hem en je wandelt met hem. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Daarom gaat mijn hart zich verblijden. Het is makkelijk om je te verblijden als de dingen meevallen of je zegeningen krijgt. Maar het moet een tweede natuur worden dat als je in Gods tegenwoordigheid wandelt, dat je je verblijdt. Je verblijdt je in die geweldige genade. En die geweldige liefde die God voor jou heeft. Praise God. Dat was de eerste gewoonte die we willen bestuderen vanmorgen.
Een andere gewoonte die Paulus had gevormd in zijn leven, lezen wij in Handelingen 24. Staat het bij mij even op. Handelingen 24, een andere mooie gewoonte. Handelingen 24, vers 16, vanaf vers 15. Terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf het verwachten dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. Gelooft u dat ook? Paulus gelooft dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We geloven allemaal dat elk mens zal opstaan en verantwoordelijkheid zal afleggen voor God. Maar als je dat werkelijk gelooft, wat is het gevolg? Dat je er rekening mee gaat houden dat je op een dag voor Gods troon verantwoordelijkheid gaan afleggen. En wat moet je daarvoor doen? Het is niet een kwestie van eigen werken, want redding is natuurlijk alleen maar door genade. Maar God verwacht wel dat wij dat christelijk leven wat wij hebben ontvangen, dat wij daar iets mee gaan doen. Je moet dat leven wat je hebt ontvangen, de Bijbel zegt, werk uit de behoudenis met vrezen en beven. Je hebt die behoudenis ontvangen, maar je moet het wel gaan in praktijk gaan brengen. En wat moet je doen? Een nieuwe gewoonte, een altijd, want Paulus heeft over, ik sta bij de Heer, altijd bestendig voor ogen. En hier heeft hij over een andere altijd. Vers 16, en hierin oef ik mijzelf altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en mensen. Dat moet een gewoonte worden in ons leven, mensen, dat wij altijd een zuiver geweten hebben. Oefen jezelf erin, zie je, het is een oefening. Ga niet vanzelf. Het is een nieuwe gewoonte die je jezelf eigen moet gaan maken. Om altijd te leven met een vlekkeloos geweten. Dat is niet makkelijk. Want we hebben een vijand die ons aanklaagt. En je moet inderdaad weten dat de Bijbel zegt dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Van de ene kant moet je beseffen van wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Zo is er dan geen veroordeling. Paulus zegt, wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Wie zal... Hij kijkt naar God en God doet het niet. En hij kijkt naar de mensen en niemand durft zijn vinger te wijzen. En hij kijkt naar de duivel. En de duivel zelf kan het niet. Want hij zegt, Jezus Christus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods staat en die voor ons pleit. We hebben een pleitbezorger en daarom kan niemand de vinger naar ons wijzen. Maar dat betekent niet dat wij maar kunnen aanrommelen. Vele mensen zeggen, ja maar genade betekent je doet wat je wil en je bent toch vergeven. Nee, dat betekent het niet. Weet je wat de Bijbel zegt? De genade Gods, die leidt ons tot boetvaardigheid. Met andere woorden, als je werkelijk begrijpt dat God zoveel liefde heeft, dan ga je tot bekering komen. Want dan denk je, wauw, Heer, u houdt zoveel van mij. Ondanks mijn falen, u omarmt mij. Ik ben die verloren zoon die thuiskomt en wordt omarmd. Heer, als u zoveel van me houdt, dan wil ik niet falen. Dat is christelijk leven. Paulus zegt, zullen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? We zijn dood voor de zonde. We hebben een nieuwe gewoonte. Dood voor de zonde, maar levend voor God. Amen. We stellen de Heer bestendig voor ogen. Ander leven in zijn tegenwoordigheid. En we oefenen onszelf om een onergerlijk geweten te hebben. Dat betekent, elk ding wat ik tegen mijn geweten inga, dat doe ik niet. Op het moment dat je geweten begint te spreken, zeg je nee, dat zal ik niet doen. En zoals Corrie ten Boom zei, pastor, weet die man, een van mijn voorbeelden, die zegt, keep short accounts with God. Weet je wat dat betekent? Maak het gelijk in orde. Keep short accounts with God.
Settle your problem with God right away. If you fail, say, Lord Jesus, thank you for your blood that cleanses me right away. Thank you, Jesus. En ik hoor het hem over, zegt hij zo. Hij zegt, als ik iets fout heb gedacht of gedaan, ga ik gelijk bij God. Ik zeg, Heer, reinig mij ervan. En als de duivel komt om me aan te klagen, dan zegt God tegen de duivel. Als de duivel komt bij God en zegt, kijk je dochter, kijk wat ze gedaan heeft. Dan zegt God, wat praat je over? Mijn dochter is al bij me geweest, is al in orde. Weet je, maak het gelijk in orde. Als je je vrouw even uitvalt en je vrouw zegt niet, laat het maar eventjes lekker. Nee, zeg schatje, sorry, had ik niet moeten zeggen. Ik zal het niet meer doen, maar ook niet minder. God have mercy. Alright. Maar we moeten ons erin oefenen, mensen, om een onergelijk geweten te hebben. Dat zien we, we hebben het vorige keer al gehad over Zacchaeus. En Zacchaeus, Jezus loopt langs en zegt, Zacchaeus, ik moet vandaag in je huis. En Jezus, Zacchaeus, die was zo blij. Hij neemt Jezus in huis. En voordat Jezus praat helemaal niet over zijn boevenstreken. Jezus gaat gewoon heerlijk aan tafel bij hem. En ik denk, voor ze kunnen eten, zegt Zacchaeus gelijk, Heer, als ik iemand heb afgeperst, zal ik hem viervoudig terugbetalen. Ik denk dat sommige van de buren dachten, ik word in mij ook wat afgeperst. Je krijgt viervoudig terug. Viervoudig. En hij zegt, en de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. Hij zegt, ja, voor het geval ik toch meer heb gestolen dan ik heb weggegeven, de helft van mijn bezit. Hij wilde een onergelijk geweten hebben. Wilt u ook een onergelijk geweten hebben? Maak het in orde met de mensen die u hebt verkeerd hebben behandeld. Ga naar iemand toe en zeg, dit is vaste tijd. Ik wil dit, zoals ze zeggen, als de eerstelingen heilig zijn, is het hele week heilig. Als je deze maand nieuwe gewoontes gaat vormen, en de juiste dingen gaat doen, dan gaat het je helpen om het hele jaar te wandelen in het licht van wat je in januari hebt gedaan. Als we in januari beginnen met vasten en bidden, dan gaat het een stimulans zijn om het hele jaar daar een gewoonte van te maken. Vandaar die 3 weken Daniel vasten. Hè? 3 weken. Wie doet er allemaal mee met Daniel vast? Bent u al nog steeds bezig? We hebben gezien dat vasten een geweldige stem in de hoge is laten horen. Vasten. U weet, we hebben het vorige keer niet gelezen, maar bijvoorbeeld bij Esra was het. Esra moest met een heleboel schatten naar Jeruzalem. En er staat in de Bijbel, hij had opgeschept dat God zijn kinderen helpt. En het is gevaarlijk als je opschept over Jezus. Hè? Want dan moet je het ook waarmaken. Hij had opgeschept, God helpt ons, had hij tegen de koning gezegd. En toen zegt de Bijbel, hij schaamde zich om aan de koning ruiters en wapens te vragen om naar Jeruzalem te gaan met begeleiding. Want hij had opgeschreven dat God met ons is. En wat ging hij toen doen? De Bijbel zegt, ze verootmoedigden zich met vasten. Ze riepen tot God. En er staat, en God liet zich verbidden. Met andere woorden, ze kregen die bevestiging in hun hart. Het is geschied. Weet je, als je zo moet je iets doorbidden. Wat je voelt in je hart van, God heeft me gehoord. Hij heeft het. God hoort je gelijk. Maar hij heeft het verhoord. Het is zo. En ik hoef niet langer te bidden. En God liet zich verbidden. En ze gingen met al hun vrouwen en kinderen. Met alle goud en zilver gingen ze op reis. En ze kwamen veilig aan in Jeruzalem. Maar dat is wat vasten doet. Het geeft je dat godsvertrouwen. Het brengt iets in je leven waarvan je weet van, dit is het. En dus mensen, laten we nieuwe gewoontes gaan vormen. Laten we dit jaar leven met een onergelijk geweten. Maak de dingen gelijk in orde en zoals je geweten schoon is. Zoals jij altijd je blik kunt opheffen naar de Vader en zegt, dank u. Weet je, wat ik al zei, je kunt het niet verdienen. Het is allemaal genade. Jezus heeft het al voor mij betaald. Maar hij wil wel dat wij gaan leven overeenkomstig zijn woord. Dat wij het waar gaan maken. Leef overeenkomstig het nieuwe leven wat Jezus voor ons heeft. Een andere gewoonte die we moeten aanleren is natuurlijk altijd te bidden.
nieuwe gewoonte. We gaan deze jeugd, we gaan met elkaar een nieuwe gewoonte maken om te bidden. Je weet, in Lucas 18 staat er dat wij altijd moeten bidden en niet verslappen. Altijd! Wat betekent altijd bidden? Dat betekent niet dat je altijd op je knieën kunt zijn, want je kunt niet 24 uur op je knieën zijn. Maar het is een leven in een houding van afhankelijkheid. Het is een leven in een houding van: Heer, ik ben van u afhankelijk, ik kan niet zonder u. Weet je, dat is de houding die God wil. Een communicatie met God. Jesus loves me, this I know. And I love you, Jesus. Je mag met God mediteren en met hem wandelen. Je mag zijn woord overdenken en je mag terugspreken tot hem. De belofte die hij je heeft gedaan in zijn woord. Er is een geweldige communicatie en er is een afhankelijkheid van hem. Dat is al door bidden. De Bijbel zegt het: bid zonder ophouden. De Bijbel zegt: met alle smeking en gebed. Er is een houding van afhankelijkheid van God. Weet je, in de wereld leer je van: je moet zelfvertrouwen hebben. Maar de Bijbel leert ons dat wij niet op onszelf moeten vertrouwen, maar op God die de doden oplegt. Amen. God wil je leren om niet op jezelf te vertrouwen, maar op God die de doden oplegt. Dat is veel sterker. Je zelfvertrouwen kan worden geschokt. Maar als je Gods vertrouwen ontwikkelt in je leven, dan wat er ook gebeurt, ga je sterk staan. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Gebed moet een nieuwe houding worden van je hart. Een nieuwe gewoonte, dat je anders met God praat. Dat je met hem communiceert, dat je leeft in afhankelijkheid van hem. Dat je weet, je hebt hem nodig. Weet je, als je de worship gaat doen en je denkt, ik ga het even wel doen, dan kan je het mooi klinken, maar dan is er geen zalving. God wil dat wij altijd in afhankelijkheid van hem zijn. Als ik moet preken, Heer, u moet het doen, want ik kan het zelf niet. Heer, doet u het door mij heen. Ik ben van u afhankelijk. Dat moet een nieuwe houding worden van leven uit de hand van God. Weet je, eindelijk komt alles voort uit dat eerste. Hè? Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wil ik mijn geweten rein bewaren. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, kan ik aldoor bidden. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wil ik ook in zijn woord lezen. Jongelui, laten we er een nieuwe gewoonte van maken in de Bijbel te lezen elke dag. Maak dit een nieuwe gewoonte dit nieuwe jaar. Zeg, we gaan ermee beginnen om de Bijbel te lezen. En weet je wat ik al zei, van als je naar de gym gaat, voel je niet altijd heb je zin om het te doen. Maar je doet het toch, want je wilt sterk worden. En zo is het ook met de Bijbel. Als je gaat lezen, soms dan moet je het doen. Je hebt discipline nodig. Want soms is het niet leuk wat je leest. En soms laat het je in slaap vallen wat je leest. En soms dan... Oh, je begint al te gapen, Emily. Ja, ik zag het al. Ik spreek alleen over de Bijbel en ze begint al te gapen. Maar weet je, je moet er een nieuwe gewoonte van maken. Van, hey, ik ga de Bijbel lezen. Weet je wat de andere mooie gewoonte is die je moet vormen in je leven? De Bijbel zegt in Hebreeën dat we onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen. Zoals de gewoonte van sommigen is. Er is een verkeerde gewoonte om de samenkomst te verzuimen. Maar we moeten de samenkomst niet verzuimen. We moeten er een nieuwe gewoonte van maken. Weet je, net die week dat je niet komt, wauw, was net een woord voor jou. Ja, je kunt hem niet naluisteren, maar het is niet hetzelfde, hè? Weet je, we moeten nieuwe gewoontes maken. Een gewoonte van elke dag in het woord gaan. Elke dag met God communiceren. Elke dag God voor ogen stellen. Elke week naar de kerk gaan. Maak er een nieuwe gewoonte van. Je zult er geen spijt van hebben. En wat ik al zei, gewoontes zijn soms niet makkelijk. Maar het profijt ervan is geweldig groot. Maak er een paar nieuwe gewoontes bij. Altijd bidden. En niet verslappen, zegt de Bijbel. Ten alle tijden ons verblijden. Dat is een andere gewoonte. Filippenzen 4. Verblijd u ten alle tijden, zegt de Bijbel. Nogmaals zal ik u zeggen, verblijd u. Amen. En wat ik al zei, als je de Heere bestendig voor ogen stelt, dan kun je je gaan verblijden. Dan kun je blij zijn wat er ook gebeurt. Weet je, dat is het geheim. Ik wil even dat u met me opstaat in Romeinen 8. Want dit is een beetje
een moeilijk onderwerp dat ik nu ga behandelen. Romeinen 8, vers 28. Slaat u met mij op. Kan ik me altijd verblijden? Ja. Is het makkelijk? Nee. Maar we gaan het geheim zien hoe je altijd kunt verblijden. Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Hebt u God lief? Ja? Wat zegt de Bijbel dan? Alle dingen werken mede ten goede, ook de vervelende dingen. Ook dat je vrouw of je man niet lief tegen je is. Ook als je kinderen rebel zijn. Ook als alles fout loopt in je leven. Als je God werkelijk lief hebt, dan werkt alles mede ten goede. Waarom? U moet wel doorlezen. Vele mensen houden op bij vers 28. Vers 29. Want die hij tevoren gekend. Alles werkt ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons. Waarom werkt alles binnen ten goede? Omdat het ons helpt om meer te worden als Jezus. En juist die persoon die je zo negatief heeft behandeld, God gaat je de genade geven om die te vergeven. En dat maakt je meer als Jezus. Maar het is niet fijn, hè? Het is helemaal niet fijn dat je, dat misschien die dokter heeft een fout gemaakt bij de operatie en je bent zo boos, hè? Ja, weet je nog wel, hier bij een kliniek dat een vrouw een verkeerde borst was afgesneden, hè? Wat afschuwelijk, hè? Maar dan, als je een kind van God bent, hè, dan mag je weten, ik heb God lief en zijn woord zegt, alles werkt mede ten goede voor hen die geroepen zijn om gelijkvormig te worden aan het beeld zijns zoons. Als dat je verlangen is, niet om in dit leven gelukkig te zijn, doordat alles voorspoedig loopt, maar dat je geluk gaat vinden in Jezus en zegt, Heer, dit werkt mee om mij dichter bij u te brengen. Dit werkt mee om mij meer op u te gaan laten lijken. U weet, Jezus die zocht nooit troost voor zichzelf. Hij werd heel slecht behandeld. Er staat ergens, nadat hij had gediscussieerd, ging hij naar de Olijfberg om te slapen. Iedereen ging lekker naar huis, hoofd op de kussen, en hij ging in zijn eentje op de Olijfberg. Maar hij mopperde niet en hij klaagde niet, maar hij wist, alle dingen werken mede ten goede, want ik heb God lief. En alle dingen brengen me dichter bij Jezus. Meer onafhankelijk van de omstandigheden en meer afhankelijk van God. Alles werkt mede ten goede, mensen. En als dat je verlangen is, om werkelijk God te leren kennen, dan ga je God danken voor al deze dingen. Zeg je, dank u Heer, alles werkt mede ten goede, want ik ga meer lijken op Jezus. En dat moet eigenlijk ons doel zijn. Hè? Niet dat wij dit leven lekker smoet gaat, want dat is natuurlijk heerlijk als alles lekker loopt. Dat willen we allemaal, ons vlees willen het allemaal. Maar geestelijk zeggen we, Heer, ik wil dat ik meer op u ga lijken en daarom ben ik bereid om die pijn los te laten, om te vergeven, om de dingen neer te leggen en te gaan geloven dat het meewerkt ten goede, want het maakt me meer als Jezus. Niet makkelijk, maar het is wel een geweldige zegen. Laat dit een nieuwe gewoonte in je worden, hè, om je ten alle tijden te verblijden. Ook als het tegenloopt. Een nieuwe gewoonte. Ik ga mij ten alle tijden verblijden. Wat er ook gebeurt. Heer, ik loof en ik prijs u. En God wil dat het spontaan in je opborrelt. Niet omdat je, weet je, soms moet je het eventjes doen. Hè? Dan, soms voel je niet en je gaat je beginnen te verblijden. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice, rejoice. Als je gaat zingen, word je vanzelf blij. Maar weet je, het is veel mooier als je inderdaad die diepte van God binnengaat en je beseft hoe geweldig God is en wat een geweldige vergeving en dat hij alles doet medewerken om jou te maken als Jezus. Als je dat gaat zien, dan ga je je verblijden spontaan en dan kun je ten alle tijden verblijden. Maak er een gewoonte van.
Heerlijk, hè? We worden helemaal nieuwe mensen. We gaan een lifestyle ontwikkelen, mensen, van in Gods tegenwoordigheid te leven elk moment. Hè? Om aldoor te bidden, om te vasten. Hè? Nieuwe gewoontes. Hè? Gaat u met me meedoen? Hè? Roep het uit, zeg, Heer, help mij! Want ik wil dat het een nieuw jaar gaat worden. Weet je, een goede gewoonte om te ontwikkelen is om vrijgevig te zijn. Hè? God is de God die altijd geeft. Hè? Hij had zo lief de wereld dat hij gaf. Hè? Geeft u of bent u iemand die altijd neemt? Maak er een nieuwe gewoonte van. Zeg, Heer, het is zaliger te geven dan te ontvangen. He, ik ga mijn buren zegenen. Ik vond het zo leuk. We hebben een paar beetje arme buren wonen in een soort container. En hadden ze iets geoogst, een of andere komkommer of zo. En hebben ze voor ons gebracht. He, heel mooi, hè? En denk je van, wat een liefde. Dat is voor de ander zorgen, hè? Ik heb een broeder die geeft me wel eens lekkere scharrereieren. Zijn broeder Lucas, eindelijk eet ik gezonde eieren. Zonder, hoe noemen ze dat? Wat is dat gif wat erin zat? Fipronil. Zonder allemaal hormonen. Maar het is heerlijk als je dat gaat ontwikkelen. Zeg, Heer, maak me dit jaar een persoon die genereus is. Een persoon die er meer houdt van te geven. Die zoekt waar ik een zegen kan zijn. Waar ik mijn energie kan geven aan anderen. Mijn gaven, mijn geld, mijn tijd. Had ik niet meer voor mezelf gaan leven, weet je. Er moet een nieuwe houding in ons komen. Amen. Een nieuwe gemeente met nieuwe gewoontes. We gaan naar een nieuw gebouw. En ik vertrouw God voor nieuwe dingen. En ik wil dat het bij mij begint. Zeg, Heer, help mij een nieuwe gewoonte voor me. Een onergelijk geweten te hebben. Als ik iets doe wat tegen mijn geweten ingaat, zeg ik gelijk, nee, dat doe je niet. Amen. Want ik stel mijn God bestendig voor ogen. En ik wil niet falen. Amen. Ik ga niet zitten mopperen en klagen, want alles merk mee. Ten goede is een nieuwe houding. Ik ga mee verblijden, want God werkt voor mij. Weet je, dat zijn de nieuwe houdingen die God wil dat wij in ons leven gaan vormen. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Daarom kan ik me altijd verblijden. Weet je, Paulus heeft een ander... Wat hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 10 zegt hij, ten alle tijden het sterven van Jezus in mijn lichaam omdragende. Ten alle tijden weer. Zie je dat? Paulus had een gewoonte van gemaakt, ten alle tijden het sterven van Jezus in zijn lichaam omdragende. Dat betekent, elke dag ging hij dood aan zijn eigen verlangens om levend te zijn voor Gods verlangens. Je zegt wel, the cross is where the will of God crosses my will. And when I take up the cross, it means I do what he wants me to do and not what I want to do. That is means taking up your cross. Jezus die nam zijn kruis op. Hij deed alles wat zijn ouders van hem wilden. Hij gehoorzaamde. Tot de dood was hij gehoorzaam. Hij leefde als het ware onder de schaduw van het kruis. En daarom wat hij ons ook kan zeggen tegen ons. Als je mijn discipel wilt zijn, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Paulus zegt, ten alle tijden, ik maak er een gewoonte van, ten alle tijden het sterven van Jezus in mijn lichaam omdragen. Met andere woorden, Heer, niet wat ik wil, maar wat u wil geschieden. Ik wil gehoorzamen, ik maak er een gewoonte van om u te gehoorzamen, om te kiezen voor de wil van God in mijn leven. Het zijn allemaal hele mooie gewoontes die God wil gaan waarmaken in ons leven. Dit vind ik ook een hele mooie. Colossenzen 4 vers 6. Laten we hem even op. We hebben nog even de tijd. Ik moet u niet overvoeden, want dan krijgt u verstopping. Maar ook niet ondervoeden, want dan bent u te zwak voor de hele week. En dus als prediker moet je soms oppassen dat je niet te veel informatie geeft. Want dan onthouden ze niks meer van. Maar dit vind ik ook een mooie. Colossenzen 4 vers 6. Daar staat de Bijbel. U spreken zij te allen tijden. Dat betekent het is een gewoonte geworden. U spreken zij te allen tijden aangenaam. Niet zouteloos.
Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Amen. U spreken zij te allen tijden aangenaam. Maak het een gewoonte. Weet je, als je een klein beetje zout in je eten hebt, proef je het. Als er geen zout is, proef je het ook gelijk. Ons spreken moet niet zouteloos zijn, maar het moet smaakvol zijn. Als iemand je hoort spreken, moet hij weten van, hey, wat een verfrissing. Dat moet een christen zijn. De manier waarop hij spreekt, positief, gelovend in iets geweldigs. Maak er een gewoonte van, jongelui. Dat je gelooft dat alles beter zal gaan. Amen. En dat je ook in je spreken uit. Spreek positief, spreek opbouwende. Uw spreken moet ten alle tijden aangenaam zijn. Praat niet negatief over andere mensen. Maar heb geloof dat God alle dingen mooi gaat maken. Dat je gaat slagen, dat je vooruit zal gaan. Dat de dingen beter gaan worden. Paulus zegt niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. We geloven dat met God elke dag beter wordt. De Bijbel zegt dat het pad van de rechtvaardige is als de stralende zon. Die elke dag helderder gaat stralen. Ik geloof God voor jullie dat jullie vooruit zullen gaan. Dat het dit jaar een geweldig jaar gaat worden. Maar laat het ook in je spreken naar buiten komen. Uw spreken zijn te allen tijden aangenaam. Hoe is ons spreken, mensen? We kunnen hier heel mooi praten, maar vraag het thuis aan je echtgenoot. Van, hoe praat hij thuis? Hoe praat zij thuis? Is ons spreken te allen tijden aangenaam? Hebben we er gewoon... David zegt, ik stel een wacht voor mijn lippen. Dat ik niet zondig met mijn lippen. Voordat je iets zegt wat negatief is, laat het doodgeboren worden. Hand voor de mond, zegt de Bijbel. Hand op de mond. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam. En de Bijbel zegt, als iemand spreekt, laat het woorden zijn als van God. Laten we woorden spreken die opbouwen. Natuurlijk moet je soms iemand waarschuwen. Natuurlijk moet je soms iemand corrigeren. Maar doe het in de liefde. Weet je, ik denk vaak over na. Hoe ga ik met die persoon praten? Ik kan gelijk zeggen, dat was niet goed wat je deed. Of ik kan zeggen, broeder, weet je, ik ben zo dank God voor je. Fijn dat je hier bent. En ik dank dat ik met je mag staan en je kan helpen om nog beter te gaan doen. Ook bij de zangdienst, we zeggen wel tegen de broeders, zeg niet tegen de mensen, wat zijn jullie weer moe vandaag en slaperig en slap. Maar zeg mensen, gaat fijn, we kunnen nog beter. Kan nog beter. Weet je, we hebben allemaal nodig in deze wereld. We worden van alle kanten belaagd met negatieve woorden. Mensen willen ons breken. Maar wij gaan anders zijn. Wij gaan ten alle tijden een gewoonte van te maken om ons spreken aangenaam te laten zijn. En tot slot, 1 Korinthe 15. En dan moeten we eindigen. Daar heb ik al 3 kwartier gesproken misschien. 1 Korinthe 15. Staat er met mij op. 1 Korinthe 15. Vers 58. Een nieuwe gewoonte. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, dat allen tijden, dat betekent een gewoonte, ten alle tijden, routinematig, ten alle tijden, overvloedig in het werk des Heren. Amen. Ten alle tijden, vele mensen hebben altijd een excuus. Ten alle tijden, zegt de Bijbel. Zoals Bram, die is altijd op straat. Altijd, ten alle tijden moeten wij overvloedig zijn in het werk van de Heer. Er zijn mensen die zeggen, ja, er is een leeuw op straat. Eng. Altijd een smoesje om niet te werken voor de Heer. Maar laten wij zeggen, Heer, ik ga er een nieuwe houding van maken dit jaar. Ik wil ten alle tijden overvloedig te zijn in het werk van de Heer. Wauw, het waren een heleboel gewoontes die we ons waar gaan maken. Ik hoop dat we het allemaal kunnen onthouden. Maar u kunt de preek naluisteren. Maar zeg, begin met het Heer. Ik wil u bestendig voor ogen stellen. Ik maak daar een gewoonte van. Altijd bewust te zijn dat ik leef in Gods tegenwoordigheid. En omdat ik leef in Gods tegenwoordigheid, wil ik ook een onergelijk geweten hebben. Ik ga geen dingen doen die tegen mijn geweten ingaan. Het is niet makkelijk, hè? Want...
de wereld trekt en de compromissen die dienen zich aan. He, maar Heer, ik wil mijn belastingpapieren zodanig invullen dat ik een onergelijk geweten heb. Dat is heel moeilijk. Daarom laat ik het ook doen door iemand anders. Maar er zijn zoveel dingen, hè? En een onergelijk geweten. Laten we eraan werken. Ten alle tijden de Heer prijzen. Ten alle tijden lezen in het woord. Ten alle tijden bidden. Ten alle tijden overvloedig zijn in het werk van de Heer. We hebben het gehoord vanmorgen. Zeg, Heer, help mij om een nieuw mens te worden dit jaar. Met nieuwe gewoontes in mijn leven. Laat ik ze zo vaak gaan herhalen. Dat al ben ik geblinddoekt, dat ik het automatisch kan doen. Amen. Geblinddoekt, doe ik het. He, als je piano kan spelen, kun je geblinddoekt piano spelen. Het is een gewoonte geworden die je helemaal beheerst. En zo wil God deze eigenschappen in ons ontwikkelen. Dat wij geblinddoekt doen wat God van ons vraagt. Leven in zijn tegenwoordigheid. Een onergelijk geweten hebben. He, overvloedig zijn in het werk van de Heer. Weet dat alle dingen wederwerken naar goed. Ik ga niet mopperen en klagen. En mij spreken zij ten alle tijden aangenaam. Niet zouteloos. Alright? Check jezelf en zeg, Heer, dit jaar, nieuw jaar, nieuwe gewoontes. En u gaat erbij helpen. Heer, zelf weet ik dat ik mijn voornemens echt niet waar ga kunnen maken. Maar ik maak er een gebed van. Heer, help mij om aldoor in de tegenwoordigheid te leven. Help mij, Heer, om een onergelijk geweten te hebben. Help me, Heer, om mijn Bijbel te lezen. Help me, Heer, om te bidden. Help me, Heer, om te geven. Help me, Heer, om positief te zijn. Help me, Heer, om altijd het sterven van Jezus in mijn lichaam om te dragen. Elke keer geef ik mezelf in de dood. Het is niet makkelijk, hè? Zoals iemand zei van... Ik zal hem laten zien wie hier de baas is. En toen zei die broeder, welke baas? Die baas of deze baas? Wie ga je laten zien? Ga je die baas laten zien? Elke keer is een keuze. Ik laat Jezus zien of ik doe het zelf. We gaan danken. Vader, dank u voor deze morgen. Dank u voor een nieuw jaar wat wij binnen mogen gaan, Heer. En dank u dat u tot ons hebt willen spreken. Heer, we willen u danken voor deze 3 weken van Daniël vasten en dat wij ook mogen gaan tot absoluut vasten, Heer, of tot normaal vasten met water alleen. Help ons om langzaam binnen te gaan, zonder schuldgevoelens, maar dat wij het mogen wijden aan u. Dat deze 3 weken, weken zijn van ontmoeting met u, Heer, en dat er nieuwe gewoontes gevormd worden in ons hart. Help ons om al deze gewoontes, Heer, te gaan praktiseren tot ze een deel van ons gaan worden. Dat het niet meer inspanning eist, maar dat het normaal gaat. Heer, want u wil ons een totale transformatie laten binnengaan. We zijn een nieuwe schepping al in onze geest, maar ook onze ziel moet ook totaal veranderd worden. Heer, door uw woord en door alles wat u ons aanreikt, ook door de prediking. Maak ons anders. Geef ons nieuwe gewoontes. Heer, dat wij zo een ander volk zullen zijn. Dat als mensen ons horen spreken, zeggen ze, wauw, dat moet wel een christen zijn. Alleen maar blij, positief, opbouwend. Wauw, wat een manier waarop die persoon spreekt. Heer, laat deze gewoontes in ons ontwikkeld worden. Help ons daarbij. En terwijl wij een moment onszelf onderzoeken voor Gods aangezicht, wil ik vragen of er iemand hier is die zegt, voor de kennis, bid voor mij, want ik zou graag mijn leven willen geven aan Jezus. Ik wil hem ook leren kennen. Ik hoor de prediking, maar ik wil meer. Ik wil Jezus zelf persoonlijk leren kennen, zodat ik hem inderdaad bestendig voor ogen kan stellen. En dat ik hem kan zien voor mijn ogen elk moment en hem kan ervaren in mijn leven. Dat mag u doen. U mag dat aan God vragen. Maar God wil dat u uw leven geeft aan hem. Is er iemand hier die zegt, bid voor mij. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Dat is het grootste wonder wat er gaat gebeuren. Want Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, dan kom ik binnen. En ik zal maaltijd met hem houden. Jezus wil binnenkomen in je hart.
maar hij dringt zichzelf niet op aan jou. Hij dwingt je niet, maar hij wacht tot je zegt, Jezus, kom in mijn hart. Maak mij een ander mens. Verander mij van binnen. Hij gaat het doen, als u hem aanroept. Vader, dank u dat u iedereen vanmorgen hier ziet, zoals wij als gemeente bij elkaar zijn. Heer, we worstelen met verkeerde gewoontes. We hebben allemaal verkeerde gewoontes. We zien gauw kwaad. Heer, we chaggeren maar een beetje met bepaalde dingen. We nemen het niet zo nauw met de eerlijkheid vaak. Heer, we roddelen misschien. We hebben allerlei verkeerde gewoontes. En vanmorgen willen wij ons daarvan bekeren. We willen ons afkeren. En we willen nieuwe gewoontes gaan vormen. Gewoontes van God. Nieuwe levensstijl. Heer, dingen die wij voortdurend gaan doen tot ze ons tweede natuur geworden zijn. Help ons daarin. Raak elk een aan vanmorgen. Heer, ik weet dat we verschillende voorbeelden hebt u wel iemand aangesproken. En God wil dat jij gaat veranderen. Weet je, door jouw houding kunnen andere mensen tot bekering komen. Als jij anders gaat zijn, dat de wereld snakt naar een echte christen te zien. En als hij bij jou dat kan zien, dan gaan ze ook Jezus willen dienen. Bent u een voorbeeld of zeggen de mensen in de wereld van, als dat een christen is, dan kun je mij een cadeau geven. Dan hoef ik niet bij te zijn. Helaas zijn wij vaak een slecht voorbeeld. Maar door Gods genade, mensen, kunnen wij anders worden vanmorgen. Heer, ik bid u voor een wonder in elk hart. Ik bid u dat u elk hart transformeert vanmorgen. Geef ons een verlangen om meer op Jezus te gaan lijken. Heer, help ons daarin. Nieuwe gewoontes, Heer. Goddelijke gewoontes te gaan vormen. En ik dank dat u het doet in ons door uw Heilige Geest. In Jezus' naam.